Een stengel van een plant draagt bladeren en ook bloemen. Stengels van planten kunnen dik zijn, maar kunnen ook dun zijn. Zoals bij grote bomen. In deze video komen de verschillende delen van een stengel van een plant aan de orde. Goed. Hi, dan gaan we nu kijken naar de delen van de stengel. Goed, hier heb ik een stengel van een plant. Eerste deel, de plek waar het blad vastzit aan de stengel. Ja, het blad vastzit aan de stengel wordt knoop genoemd. Dus dit gedeelte wordt knoop genoemd. Het is meestal een beetje dikker bij de plek van de stengel. Dus dit gedeelte wordt knoop genoemd. De bladeren zijn meestal ietsje ver van elkaar vastgezet. Yes. Okay. Een stuk stengel tussen twee knopen, dus deze knoop en van deze, wordt lid genoemd. Yes, dit stukje wordt lid genoemd. En meervoud zijn leden. Als we kijken naar deze stengel, dan heeft het van hieruit naar boven 1, 2, 3, 4 leden. En hoeveel knopen? 1, 2, 3, 4, 5 knopen aan deze stengel. Oké, dan gaan we nu verder. De bovenste hoek tussen het lid en het blad wordt bladoksel genoemd. In het bladoksel, dus wat is het bladoksel? Dus de bovenste hoek tussen het blad en het lid wordt bladoksel genoemd. In het bladoksel zit er een knop, dat wordt okselknop genoemd. Dat kun je hier zien, dat is een klein knopje. En daaruit kunnen er een stengel uitgroeien het volgend jaar. Ja? Aan de bovenkant van de stengel zie je hier jonge bladeren. En in de jonge bladeren zit er een knopje. Dat wordt één knop genoemd. Eén knop. Helemaal aan de bovenkant van een stengel. Dus aan het uiteinde van een stengel. En daaruit kunnen er nieuwe bladeren uitgroeien. Stengels van bomen en struiken zijn meestal stevig en sterk. Die worden houtachtige planten genoemd. Andere planten hebben geen houtstof in hun stengel en deze planten worden kruidachtige planten genoemd. Nu gaan we kijken naar de functies van de stengel van de plant. 1. Zorgen voor stevigheid van de plant. 2. Dragen van bladeren en bloemen. En 3. Dienen voor het transport van water en voedingsstoffen naar alle delen van de plant. Dat zijn de 3 functies van de stengel. Als je deze video leuk vindt, druk op like, comment en voor meer video's subscribe.